Op 30 april is Willem-Alexander de nieuwe koning van We krijgen nu koning Nederland. Willem-Alexander. Wat vindt u daarvan? Ja, geweldig. Ook vooral dat hij ook veel in de sport doet. Ja, vind ik goed. Trouwens ook Maxima, dat is geweldig vrouw. Wat vindt u zo mooi aan Maxima? Altijd te lachen, altijd spontaan. En aan de mensen, aan de kinderen, belangstelling hebben ze altijd. Dus een hele goede koninkpaar. Als u een boodschap mocht geven, u mocht één ding zeggen tegen de nieuwe koning. Dit moet u vooral doen of dit moet u vooral niet doen. Wat zou uw boodschap zijn? Blijven, zijn ze op dit moment gewoon zo blijven. Nou, wat zij net zegt, dat vind ik heel belangrijk. Blijven zoals hij nu is. Voor mij komt het heel gewoon over. Ja, de mensen zijn gewoon, blijven gewoon eenvoudig. Eigenlijk nog genoeg wat ik vreemd weer beter ik zag. Dat ze dan met een hond bezig was, om die hond te kamen. Bijzonder in hun gewoonheid. Ja. Dank u wel. Op 30 april is Willem-Alexander de nieuwe koning en Maxima. Als u nog één boodschap mocht sturen, wat zou dat dan zijn? Nou, ik denk dat hij op bepaalde punten zijn poot stijf moet houden. Hij is soms wel eens erg meegaand, maar in deze maatschappij wordt er aan de poten van de stoel gezaagd. En dan moet hij voor oppassen dat dat niet gebeurt en dat hij daar toch boven blijft staan. Hij is, dat heb je in het gesprek vorige keer kunnen merken, hij accepteert alles als het dus allemaal maar op een goede manier gegaan is. Dan pikt hij dat ook allemaal. En anders zou hij zich misschien nog wel een beetje verzetten. Maar ik denk dat hij iets te losjes is, te makkelijk is. En dat zal hij iets aan moeten stippen. Hij moet meer status als zijn moeder uitstralen. Denk het wel, iets meer. Hoe kijkt u aan tegen koningin Beatrix? Dat is voor mij een koningin die haar taak op een voortreffelijke wijze heeft ingevuld. Al die jaren die ze dat gedaan heeft. En daar heb ik heel veel waardering voor. We krijgen nu koning Willem-Alexander. Wat vindt u daarvan? Dat zal de tijd moeten leren. Maar wat ik de laatste tijd van zie, zie ik wel dat hij in mijn beleving daar wel klaar voor is. Hoe die verder gaat functioneren in de praktijk in de komende jaren, ja, dat moeten we afwachten natuurlijk. En het zal best lastig worden om zijn moeder, een koningin die het heel goed heeft gedaan, om die te evenaren of voorbij te streven. Dat wordt best moeilijk, denk ik. Als u een boodschap mocht richten tot koning Willem-Alexander, wat zou die boodschap dan zijn? Let vooral ook op minderheden in dit land en dat het niet een dictatuur wordt van de helft plus één. Maar dat ook minderheden volledig tot hun recht kunnen blijven komen in dit land. Nederland gaat aan het feesten en gezellig zijn de meesten, want het is toch niet niks. Willem-Alexander ook heel aardig. Ja, Maxima ook. Ik vind het heel prima, hele familie. Heel goed. Zijn er nog dingen die ze beter zouden moeten doen of anders? Ik had het fijne van hem gevonden, als hij zo eerlijk had geweest, dat we allemaal moeten bezuinigen. Dat hij ook 15% of 20% van zijn salaris, zolang wij moeten bezuinigen, hij ook 15% in had geleverd van zijn salaris. Nou, ik heb hem helemaal tof gevonden. Bent u blij met koningin Beatrix? Ja, ik heet zelf ook daarna. Beatrix Wilhelmina Aremkerts. Als u nog een boodschap heeft voor de nieuwe koning, Willem-Alexander, wat zou die boodschap zijn? Nou, dan wou we maar gezond en goed allemaal werken en krijgen. Wat vind je van koningin Beatrix? De meeste mensen zijn trots op haar. En maar de meeste mannen zeggen ook, we zijn blij met Willem-Alexander als koning. Ja. Zeg maar, eindelijk weer een man. En, ik vind het ook goed dat zeg maar, een nieuwe koning komt, maar hij moet wel even goed als Beatrix zijn, want hij heeft nog niet zoveel ervaring. Als jullie een boodschap mochten geven, jullie mochten één ding zeggen tegen Willem-Alexander en Maxima, wat zou dat dan zijn? Goed bezig, gaan zo door. Ik zou zeggen, veel succes met de koning worden en voor het rest wat hij nog allemaal gaat doen. Iedereen wil lekker zwaaien naar die jonge nieuwe koning. En naar Maxima misschien nog het meest.